Hartelijk welkom mensen, allemaal weer in deze eredienst. Een gezegende Sabbat toegewenst. Wij willen weer verder met die geweldige mooie brief van Paulus, de Romeinenbrief. En dat is nog niet zo'n makkelijke brief, dat beseft u. Er is een lange aanloop voor nodig om straks goed te kunnen verstaan wat de Heere God door Paulus ons wil zeggen. En daarom gaan we eerst weer zingen. Dat we toch weer de dieptes van die waarheid in ons hart mogen krijgen, ook door het zingen. Want laten we maar zingen Psalm 101, vers 1. Dan gaan ze allemaal weer behandelen, dat we dat goed beseffen. Want ik zal van de deugd der milde goedheid zingen. God schenkt ons milde goedheid, vooral in deze eindtijdgeschiedenis, Openbaring 10, vers 7. Van het heilig recht, de strenge rechtsgedingen, moet u opletten. Het heilige recht, er is een heilig recht en er zijn ook strenge rechtsgedingen. Dat hoort allemaal bij elkaar. Laten we samen daarom als intochtslied ook zingen, Psalm 101 en daarvan het eerste vers. Het mag een kort lied zijn, maar vooral een psalmgezang, let op, gezangen, ervaringen. O, hooggeduchte Heer, uw naam ter eer. Denk eens aan het lied van Mozes, Exodus 15 en Openbaring 15. Wat we aan de zee gaan zingen, met z'n allen, aan de glazen zee, het lied van Mozes. Laten we samen de Heer zoeken in gebed. En dat we heel goed mogen beseffen wie we moeten zijn en wie we moeten worden. Laat het zomaar vooral stellen, want dat worden, dat is nog niet zo gemakkelijk. Dat is oorzaak-gevolg natuurlijk. Wilt u samen met mij de Heere zoeken in gebed? Dat we heel goed mogen beseffen wie we kunnen en ook moeten worden. Laten we de Heere zoeken in gebed. Lieve, goede, getrouwe God de Vader, lieve Heere Jezus, we komen weer voor uw heilig aangezicht om u te danken. Te danken, lieve Heere, dat u het bent die het wil en werken in ons wil verrichten. We bidden daarom ook van u, of u onze fouten en gebreken ook wilt vergeven. Want we maken soms ernstige fouten. Open ons hart, open ons verstand. Kom met uw heilige geest alstublieft over ons. Dat we mogen zien wie we moeten worden. En inderdaad, u hebt uw inzettingen en rechten. En met name uw geboden erbij. Heere, dat we het mogen zien en mogen verstaan. Wat nu echt gerechtigheid door geloof is. Hoe we moeten wandelen. Er zijn zulke grote verschillen in de eindtijdgeschiedenis. Ook toen, bij het volk. Het letterlijke Israël. Maar ook nu. Binnen het volk, het moderne Israël. Maar ook daarbij het geestelijke Israël, wat er nog nakomt, wat tot stand komt. Als één volk met elkaar. Heere, help ons mee. Open ons verstand. Wilt u bij die mensen zijn die het moeilijk hebben, verdriet hebben, ziek zijn, geliefden hebben verloren. We zullen een ernstige tijd tegemoet gaan. We hoeven niet bang voor te zijn. Maar we moeten wel er alles aan doen om die tijd te kunnen doorkomen. Door uw kracht.
We bidden daarom, wilt u het woord voor ons openen? Wilt u met uw Heilige Geest bij ons zijn? Dat we alles heel goed mogen begrijpen en verstaan. Dat bidden we om Christus Jezus, onze geliefde Heer, zijn naams wil. Amen. En dan willen we eerst weer die geweldige mooie wet van God onderzoeken en lezen en verstaan. Geboden, inzettingen en rechten. Hebben we al van gezongen. Dus dat heeft nogal wat betekenis, zoals u zult begrijpen. Laten we naar Exodus 20, vers 1 tot en met 17 toe gaan. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Dit houdt in, lieve broeders en zusters, u komt onder druk te staan. Toen de Joden onder druk uit het diensthuis, hun geweten werd aan banden gelegd, en dat zal ook bij ons gebeuren in een nieuwe wereldorde crisis. Nieuwe wereldorde oorlog. Mag je ook zeggen, vind ik ook prima, want zo zal het zijn straks. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. De drie vervalste aanbiddingsvormen. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoeken aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dag. Daarom zegende de Heer den Sabbatdag en heiligde den zelf. En juist in dit vers wordt ook heel nadrukkelijk het bestuur van God uitgelegd. Naam, titel, rijksgebied. Dat hij de soeverein is over alles wat er zich in het hele al afspeelt. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Roddel, achterklap, hoe het me noemen wilt, hoort daar allemaal bij. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. En dat is hier ook zo. Nog iets dat uw naaste is. Alles is daarbij inbesloten. Bij de begeerte. In het tiende gebod. Amen. Dus we zijn weer duidelijk op hoogte gebracht van wat God van u en mij verlangt volgens mij. Alleen al door de geboden. Er staat genoeg in. Ik heb veelvuldig met Gods genade u dat willen uitleggen. Elke keer een klein beetje natuurlijk. Niet alles tegelijk. Want dat werkt ook niet. En daarom gaan wij verder. We zijn al, zoals u ook psalmbord ziet staan, D4, deel 4 zijn we al mee bezig. En we zijn nog maar bij vers 16 van de Romeinenbrief. De eerste hoofdstuk daarvan. Want er staat dus zo'n geweldige uitspraak. Want ik schaam mij des evangelies van Christus niet. Hoeveel schamen zich voor het nieuwe licht? Hoeveel schamen zich om door de weken vooruit te komen dat ze een oprecht kind van God willen zijn. En ook zijn natuurlijk. Maar in die zin willen zijn dat ze elke dag met Gods woord bezig zijn. Niet alleen maar op de eerste werkdag van de week. Of niet alleen maar op de zevende dag
van de week, want dat is de juiste Sabbatdag. Nee, ze willen dagelijks met Gods woord bezig zijn. De studie is een vereiste. Ik zeg altijd minimaal 1 uur per dag. Als je dat niet op kunt brengen voor uw geliefde Heer, uw Verlosser, uw Zaligmaker, de Schepper van hemel en aarde, ja. Wat verlangt u dan? Weet u wat er dan gaat gebeuren? Dan schaamt u zich straks voor de Heer. Dan schaamt u zich voor het woord. Dan schaamt u zich voor hetgeen wat u totaal tegengesteld moet beweren van wat de wereld te verkondigen heeft. In de kerken wel te verstaan. In de kerken. Want die vertellen echt niet meer wat er nu echt bedoeld wordt in Gods woord. En dan moet u tegenin durven te gaan. En dan moet u zich niet schamen. Dan komt er een soort lafheid over u. Verloochening van Jezus Christus komt er dan over u. Ja, dat zijn zware woorden, maar dat gaat onherroepelijk gebeuren. Waarom gaat dat gebeuren? U moet keuze maken. Er is één ontzettend belangrijke situatie en dat is keuze maken in de eindtijd. Ongeacht wat uw vrouw zegt, ongeacht wat uw man zegt, ongeacht wat uw familie zegt. U moet ze natuurlijk liefdevol bejegenen blijven, maar u maakt keuze voor God. En als u bang bent om een keuze te maken, bijvoorbeeld op de Sabbatdag, om God te loven en te prijzen op de Sabbatdag, en u blijft gewoon in die Chateaukemene kerken zitten in die zin, u blijft zondig houden en u houdt geen Sabbat, dan hebt u een gigantisch probleem. Want dan verloochent u God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, die drie eenheid, het bestuur van Jezus Christus. En dan schaamt u zich. En dan zegt Paulus, want ik schaam mij des evangelies van Christus niet. U wel dus. U moet goed lezen. En daar gaan we straks nog een heel klein stukje op in. Van Jeruzalem tot Rome. Of later in het bijzonder nog. Maar ik wil u er wel op attenderen. Want dat is oprechtheid van harten. Als u daar oprecht voor uitkomt. Dat kunnen we dus al zien. In God in het bijzonder aan de Sabbatdag. En wat er in uw hart leeft, dat weet God wel. Want het is een kracht Gods. Die kracht komt van boven. U hoort mij altijd over die horenen spreken. Dat is een kracht Gods. Waarom hebben wij dat nodig, die kracht Gods? Genade, gaven, mag u ook zeggen. Kracht Gods. Tot zaligheid. We moeten tot zaligheid gemaakt worden. En iedereen die gelooft, en dat gelooft, ja, niet geloven dat God bestaat. Dat gelooft iedereen wel. Dat is aanmatiging naar God toe. Aanmatiging is een surrogaat geloof van Satan. Satan gelooft ook wel dat God bestaat. Sterker nog, die weet dat wel. Die is uit de hemel gebannen. Je mocht daar niet meer komen, nooit weer. Ja, dat kan u ook zo afgaan. U mag straks niet in die hemel komen. U mag niet op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Nooit weer. Dus precies hetzelfde gaat er gebeuren. Dus neem dat vooral mee. Die gelooft. Eerst de Jood, oude verbond en ook de Griek. Dat is met name het geestelijk Israël, moet je even meenemen. Maar u weet ook, daar komen ook vele filosofen en theosofen, valse profeten komen daaruit. Die Griekse cultuur, die Griekse leer, Socrates en alles wat eruit voortgekomen is, nou, dat is niet best hoor. Neem dat maar voor mij. Maar daar kwamen ook oprechte kinderen van God uit. Dat weet u. Wie was een Griek bijvoorbeeld? Misschien weet u het nog. Een Titus. Mooi voorbeeld. Dat was ook, hebt u geleerd in vorige studies, dat was ook de derde hoor. Dus iedereen krijgt een kans. En dan gaan we naar dat geweldige mooie vers. En daar willen we ons echt op focussen nu. Vers 17 van de eerste hoofdstuk van de Romeinenbrief. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Hoort u dat? Dus rechtvaardigheid Gods. Wat is rechtvaardig bij God? Wat is onrechtvaardigheid? Wat is ongerechtigheid? Wat is gerechtigheid? De rechtvaardigheid Gods. Als u rechtvaardig bent, dan hebt u de rechtvaardigheid Gods in uw hart. Klopt dat? Dan hebt u de wet van God in uw hart. Dat kan niet anders. Want God is rechtvaardig. En u bent uit uzelf niet rechtvaardig. U moet rechtvaardig gemaakt worden. En hoe kan dat dan? Door geloof.
rechtvaardigmaking door het geloof in Christus Jezus. Geloof dat Jezus Christus u wil veranderen naar zijn beeld. Dat is rechtvaardigmaking door geloof. En hoe start dat? Hoe start dat? Dat staat door berouw hebben naar God toe en medemens. Specifiek maken naar God toe en medemens. Schuldbelijdenis doen naar God toe en medemens. Stoppen met zondigen naar uw medemensen en naar God toe. Daar heeft dus iedereen mee te maken. Die met u omgaat, laat ik het zo uitdrukken. En u hebt niet oneerbiedig bedoeld, maar u hebt ook met God te maken. Hij is uw zaligmaker. Maar wilt u dat wel ervaren? Wilt u dat wel aannemen? Wilt u wel geloof oefenen? Niet geloven dat God bestaat, dat hebben we nu al besproken. Dat is aanmatiging. Dat is surrogaat van Satan. Kijk, nu beseft u, dat is de start. Berouw, specifiek maken, schuldbelijdenis doen en stoppen met zonde. Dat is alleen maar de start. Dat is de derde engelenboodschap. Maar dit is de start. Hoe zit het nou echt heel diep in elkaar? Steeds dieper, dieper, dieper. Graven in die goudmijn. Dat kan natuurlijk ook in de ongerechtigheid. En dat is bedoeld natuurlijk de verborgenheid der ongerechtigheid. Alles wat met Satan te maken heeft en hoe die wereldgeschiedenis zich ontpopt in deze eindtijd, dat is de verborgenheid der ongerechtigheid. We spreken nu over de verborgenheid der godzaligheid. Ik kan u vertellen, ik heb van de week met iemand gesproken. Was tijdens een rouwdienst, dankdienst. En wat gebeurde daar? Ik kwam met iemand in gesprek die vroeger geloofd had, maar niet meer praktiserend was, zo zeggen ze dat dan. Ik ben wel opgevoed in het geloof, maar ik praktiseer niet meer. Nou, dat is een massa mensen die dat hebben. En die begon een gesprek. En wij, met alle liefde vind ik dat prachtig om met deze mensen te spreken, dat moet ik ook eerlijk zeggen. Maar die kwam met één punt dan, ja, kunnen we dan zonder zonde leven? Nou, ik zei, ik niet. Dat lukt mij niet. Maar wel met de kracht van God. Ja, dat begrepen deze persoon. Ik begreep het totaal niet. Hoe kan dat dan? Ja, ik zei, als wij ons overgeven aan Jezus Christus, onze gedachten, gevoelens en gemotiveerdheid is onder controle van God, dan kan dat. Nou, kan ik me niet voorstellen. Nee, kan ik me niet voorstellen. Nee, nee, kan. Nee, dat was ook geen gesprek. In die zin wel een goed gesprek mee mogen, maar niet een gesprek mee mogen om deze persoon daar van te overtuigen. Hoe kan dat? Dat we deze personen niet kunnen overtuigen. Ze geloven niet. Ze geloven niet dat ze een zaligmaker hebben. Terwijl ze wel ergens opgevoed zijn in het geloof. Maar ze hebben die zaligmaker nog nooit begrepen. Wat hij voor hun, voor u en voor mij kan doen. Dat is de kern van alles. Dus als wij lezen, ik lees hem nogmaals, dat moet u heel goed beseffen. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof. Ah, dan wordt het nog duidelijker. In hetzelfde geopenbaard. Er wordt iets bij ons geopenbaard. En is al door Christus geopenbaard, hoe lief hij ons heeft. Uit geloof, we zijn gestart uit geloof, in het geloof. Berouw, specifiek maken, schuldbelijdenis doen, stoppen. Tot geloof. Dat geloof wordt bekrachtigd en sterker gemaakt. Waardoor? Doordat wij dichter naar Jezus Christus toe groeien. Dat is gerechtigheid door geloof. Als opstaan. Gelijk geschreven is, maar. Dus u moet nu heel goed het woord kennen, want daar wordt alles in geschreven. Maar de rechtvaardige zal uit geloof leven. Inderdaad, als u rechtvaardig bent, hebt u de wet van God in uw hart. Dat kan niet anders. Daarom lezen we hem elke Sabbat. En u weet wat die wet betekent. U weet ook die verborgenheden erin. Ja, afgoderij, dat weet u ook. Die verborgenheden van de ongerechtigheid. Dat staat er ook al in vermeld. Maar ook die liefde van God naar ons mensen toe. En dat, wat ik aangehaald heb, dat we uit die wereld vandaan moeten komen. Dat staat
daarin. God heeft ons geleid uit Egypte, uit het diensthuis. En zo moeten wij weer uit Egypte de wereld uit het diensthuis uitgeleid worden. Diensthuis onder de druk van deze nieuwe wereldorde. Als we dat nu zien, dan wil ik daar eerst even mee starten en wil ik even teruggaan naar wat wij vorige eredienst hebben besproken met z'n allen. En dan ga ik naar Christus weer spelen. Daar staan hele mooie compilaties in als het gaat om heiligmaking, onder andere. U kunt er naar voren toe. Ik heb u dat al eens eerder aangewezen op een van de eerdere erediensten, heel kort even. Bijvoorbeeld in maart, want maart, dat willen we nu specifiek over spreken. Maart is Christus weerspiegeld door rechtvaardigmaking plus heiligmaking. Een ontzettend belangrijk onderwerp. En dan kunt u meer eruit bestuderen. Dus het is een hele mooie compilatie, zeggen we dan altijd, van wat de profetes van God heeft aangereikt gekregen. En dan wil ik eerst even naar 1 maart. Daar wil ik even starten. En rechtvaardigmaking uit geloof, onze enige hoop. Dat is dat. Dus rechtvaardigmaking uit geloof, daar spreken we over, daar hebben we het hier ook over in Romeinenbrief, hoofdstuk 1, vers 17. Onze enige hoop. En dat staat al heel slecht, zeg ik altijd. Want er staat boven 1 Johannes 2, de versen 1 en 2. Nou, als je dat erbij zou pakken, dan zeg ik, ja, het belangrijkste hebben ze hier weggelaten. Daar staat wel 1 Johannes 2, vers 1, dat moet 1b zijn. En er is ook nog een deel A. En 2 A en B, zou ik kunnen zeggen. Dus we gaan nu eerst even naar Johannes. Eerste brief van Johannes wel te verstaan. Niet het evangelie, maar eerste brief van Johannes. En dan hoofdstuk 2, de versen 1 en 2. En dan zien we, oei, daar staat nogal iets meer dan wat hier staat. En daar gaat het mij natuurlijk om. Laten we maar starten in de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 2, 1 en 2. Dat is de eerste die hier dus weggelaten is, deel A van het eerste vers. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. Dus we moeten stoppen met zondigen. Dat is de kern. Dat is de kern. En indien iemand gezondigd heeft, kijk dan, wordt het wat anders. We kunnen nog vallen. Wij hebben een voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den rechtvaardige. Dus u ziet, daar staat ook Vader, maar Vader is in principe ook onze geliefde Heer Jezus Christus, want Hij heeft ons geschapen door kracht van God de Vader. En God de Vader had Hem alles overgegeven, dat weten wij. Den rechtvaardige, dus Jezus Christus is rechtvaardig. En Hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. Dat zonden is ertussen gezet. Dat zou er eigenlijk niet moeten staan. Hè? Maar ook voor de gehele wereld. Diegenen die ook oprecht berouw hebben. Dat moet er wel bij. Die eerste stap in gerechtigheid door geloof hebben gemaakt. Nou, dan kunt u verder lezen natuurlijk, vers 3. En hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben. Zo wij zijn, daar komt je al, zo wij zijn geboden bewaren. En bewaren is doen. Die daar zegt, ik ken hem en zijn geboden niet bewaart, ook het vierde gebod niet, die is een leugenaar. En indien is de waarheid niet. En zo verder. Heb ik even iets meer gelezen. Maar daar staat ook iets belangrijks onder in Christus weerspiegelend boekje. Op 1 maart, bladzijde 73 is dat hier. Dan gaan we even verder. Wanneer de berouwvolle zondaar, kijk, hebben we het besproken. We weten wat dat is, die vier stappen. De berouwvolle zondaar. Berouw hebben, specifiek maken, schuldbelijdenis doen en stoppen. Met zondaar. De vier punten. Denk aan de vier punten. Getal 4, Christus. Wanneer de berouwvolle zondaar die boete doet voor God, boetedoening is een
natuurlijk schuldbelijdenis doen, inziet dat Christus voor hem verzoening gedaan heeft, dat is die, hebben we toch met z'n allen besproken, dat is die eerste genadegave, die toegerekende genadegave, beseft u het nog? Dat iedereen gebruik kan maken van die genadegave. Iedereen, de hele wereld. Maar ja, daar komt natuurlijk ook die, dat hebben we allemaal in hoofdstuk 1 besproken, dan komt die meegedeelde gerechtigheid ook aan. En dat is dus de geschiktheid. Geschikt gemaakt worden voor de hemel. Dan nogmaals weer. Ik wil er rustig voor u doorheen, anders dan loopt u straks vast. Wanneer de brouwvolle zondaar, die boete doet voor God, inziet dat Christus voor hem verzoening gedaan heeft, voltooid verleden tijd, en deze verzoening aanneemt als zijn enige hoop, het bloed van Christus dus, voor dit leven en het toekomende leven, dan zijn diens zonden vergeven. Ah, dat is het. Gerechtigheid door geloof. Als u gelooft dat Jezus Christus u wil en zal zalig maken, dan mag je erop op vertrouwen dat Christus u de zonden wil vergeven. Mits aan die eerste voorwaarden is voldaan. Brouw, specifiek, schuldbelijdenis hebt gedaan en wilt stoppen met zonden. Dan kunt u nog wel eens een keer vallen hoor, in die zonde. Heb ik ook wel eens een jonge, jonge, lieve Heer is, dan doe ik het alweer. Help mij, help mij. Ik ben zo'n zwakkeling. Dat mag. En dan is de Heer weer genadig. Gelukkig maar. Anders dan waren we helemaal nergens natuurlijk. Maar dat wil niet zeggen dat we 100 keer hetzelfde verhaal moeten gaan vertellen. Want dan klopt er iets niet. Dan zijn we ongehoorzaam aan het worden. Dus neem dat even mee. Dit is de rechtvaardigmaking uit het geloof. Dat klopt dus. Dat is die eerste stap. Iedere gelovige moet zijn wil volledig onderwerpen aan de wil van God. In een staat van berouw en bekering blijven. Het is niet zeggen, ik doe dit één keer en dan stap ik er weer mee. Nee, blijven. Geloof hebben in de verzoenende verdiensten van de verlosser. Want wij kunnen onszelf niet zalig maken, dan God alleen maar. En wij kunnen onszelf ook niet vergeven. Of we zeggen, oké, ik doe het volgende keer niet weer, nou is het allemaal wel goed. En zijn die zonden ook vergeven? Nee, die zonden staan. En waarom? Omdat u bij Christus aan moet komen. Hij is uw verlosser en hij kan u die zonden vergeven. En die kan straks ook in die hemelse boeken waar die zonden zijn opgeschreven een streep doorzetten. En als allerlaatste, als u verstorven bent of wanneer dan ook maar, kan hij ook zeggen, het is over. We kijken er niet meer naar, we spreken er niet meer over. Kent u dat? Bij kinderen praten er niet meer over. Je bent fout geweest. Zie je in wat je hebt fout gedaan? Ja? Je hebt je excuus aangeboden, je hebt je schuldbelijdenis gedaan. Nou, diegene of je vriendjes of wat dan ook maar. Maar doe dit nu niet weer. Ja, papa. Nee, mama. Beseft u het? Zo moeten wij in wezen ook. Zo zijn wij ook. Onder de controle van onze God de Vader en God de Zoon. Dus daarin blijven. Geloof hebben in de verzoenende verdiensten van de Verlosser. En voortgaan van kracht tot kracht. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Van kracht tot kracht. Van de eerste genadegave tot kracht naar de tweede genadegave. Van heerlijkheid naar verheerlijking. Zouden we er achteraan kunnen zetten. Niet is dat heerlijkheid, maar verheerlijking. Kunt u in die vierde definitie van karaktervolwassenheid komen. Prima. Eén maat. Nu wil ik even teruggrijpen op onze vorige eredienst. En daar hebben wij heel nadrukkelijk Daniël besproken met z'n allen. Daniël 9. Met alles wat erbij komt, u kunt dat verder nog bestuderen. Echt theoretisch bestuderen, laat ik het zomaar uitdrukken. In de Bijbelstudies van Daniël natuurlijk. Maar we gaan nu echt even er nadrukkelijk op door wat er in ons hart zich moet afspelen. Geloof is iets wat in ons hart zich afspeelt. In ons verstand natuurlijk, gedachten, gevoelens en gemotiveerdheid, maar ook in het bijzonder in ons verstand en in ons hart. En dan gaan we naar 17 maart. Want ik moet onthouden, wij herhalen het leven van Daniël, heb ik u daar ook verteld.
En dat is ware heiligmaking. Wat is ware heiligmaking? Wij willen geheiligd worden en zalig gemaakt worden. En dan komen we ook in heiligmaking. Dat heeft dus alles te maken met die vierde definitie. Met name voor de 144.000. Ja, en ik moet u telkens natuurlijk op fouten wijzen. En dan staat dat eerste vers direct alweer. Wat daarboven staat in Daniel 10 vers 11 en 12. Daniel, gij zeer beminde man. Dat staat er niet. Ja, misschien wordt u er misschien een beetje moe van. Dat ik elke keer daarover val. Maar ja, ik kan er ook niets aan doen. Dat staat er niet. Gij zeer gewenste man. Beloved man. Gewenst. Dat is heel iets anders dan bemind. Beminnen. U kunt uw vrouw beminnen. Ik kan mijn vrouw beminnen. Ik kan mijn vrouw zelfs zo heftig beminnen, dat ik meer van mijn vrouw hou dan van God. Zou dat kunnen? Jazeker. Maar ik moet mijn God beminnen, aanbidden. Dat is nou duidelijk. En mijn vrouw moet onze God meer beminnen dan mij. Zo hoort de situatie te zijn. En dat heeft dus met beminnen te maken. U wilt toch niet zeggen, ik probeer iets uit te leggen, dat gij zeer beminde man, dat God ons mensen bemint, dan draaien we totaal de zaak om. Dan zetten we in principe God onder de mensen. Ja, maar zo zal het niet bedoeld zijn. Nou, we hebben valse bijbelvertalers gehad. En die gaan er dit soort dingen van maken. Dat de godheid van Christus, die moet uit die bijbel weggehaald worden. En dan beseft u het al. Want in de Statenvertaling staat gewenst. En in de King James Bijbel staat beloved. God houdt van mensen. Liefde. Komt dat overeen? Dat komt overeen. Maar beminden niet. Beminden is aanbiddingsvorm zit daarin. Dat moet je goed onthouden. Dus pas op. Dan staan er weer stippeltjes tussen, dus u moet alles zelf gaan lezen. Nu ben ik tot u gezonden. Want van de eerste dag af dat gij uw hart erop gezet had om inzicht te verkrijgen, nieuw licht te verkrijgen, zijn uw woorden gehoord en ik ben gekomen op uw woorden. Prima. Dan gaan we daar eens mee aan de slag. Let eens op. Alleen ik, Daniel, zag dat gezicht. Welk gezicht was dat? Dat was het Maré gezicht. Dat was dat grote gezicht. Maré, het gezicht van de 2300 aan zijn mond. Toen ik dat grote, staat het al, gezicht zag, bleef er in mij geen kracht meer. Alle kleur week van mijn gelaat en ik had geen kracht meer over. Allen die waarlijk geheiligd zijn, let eens op, allen die waarlijk geheiligd zijn, hebben een vergelijkbare ervaring. Hoe helderder hun inzicht in de grootheid, heerlijkheid, volmaaktheid van Christus, drie punten, des te duidelijker zien zij hun eigen zwakheid. Er blijft er niets meer van ons over. En onvolmaaktheid in. Dus er moet iets aan gebeuren. Ze hebben niet de neiging een zondeloos karakter te claimen. Hetgeen in hen juist en passend voorkwam, blijkt in tegenstelling tot de reinheid en heerlijkheid van Christus even onwaardig en vergankelijk. Dus wij kunnen niets uit onszelf. En helemaal als we de heiligheid van God aanschouwen. Wanneer mensen van God gescheiden zijn, wanneer zij een heel vertroebeld zicht op Christus hebben, dan zeggen ze, ik ben zonder zonde. Ik ben geheiligd, moet u zich eens voorstellen. Nu verscheen Gabriel aan de profeet en sprak hem aan. Daniel, gij zeer, let op, gewenste man. Wat weten wij? Hoe vaak komt dat voor? Drie keer. Hoeveel horens hebben wij? Drie. Drie keer gewenste man. Beloved man. Let op. De woorden die ik tot u spreek. Wat wordt Daniel door de hemelse majesteit
een grote eer bewezen, vindt u niet? Hij troost zijn bevende dienstknecht en verzekert hem dat zijn gebed in de hemel is gehoord. In antwoord op dat vurige pleidooi werd de engel Gabriël gezonden om het hart van de Perzische koning aan te raken. De monarch, dus die Perzische koning, had de werking van de Heilige Geest weerstaan. Dat kan dus, dat is heel gevaarlijk, dat weet u. Tijdens de 3 weken dat Daniël vastte en bad. Zo belangrijk is ons gebed. Dan kunnen we de troon van God in beweging brengen. Maar de vorst van de hemel, de aartsengel Michael, en dat is dus Jezus Christus, werd gezonden om het hart van de koppige koning te bekeren. Zodat hij bepaalde acties ondernam om het gebed van Daniël te verhoren. Toen hij op deze wijze met mij sprak, boog ik mijn gelaat ter aarde en was verstomd. Maar zie, iets als een menselijke gedaante raakte mijn lippen aan. En hij zeide, vrees niet, gij zeer, daar komt hij weer, gewenste, beloved man. Vrede, zei u, wees sterk, ja, wees sterk. En terwijl hij met mij sprak, werd ik gesterkt. En ik zeide, mijn Heere, spreken. Want gij hebt mij kracht gegeven. Let op, 144.000 driehoornen. Lees erbij Psalm 27, vers 14. De goddelijke heerlijkheid die aan Daniël geopenbaard werd, was zo groot dat hij de aanblik niet kon verdragen. Toen omsluierde de boodschapper uit de hemel de schittering van zijn verschijning en leek de profeet toe als hij die eruit zag als een mens. Beseft u dat een beetje? Door zijn goddelijke kracht versterkte hij deze, dat mooie woordje weer, deze integere en gelovige man. Dus Daniël had gerechtigheid door geloof. Zodat hij de boodschap die God hem had gezonden kon horen en verstaan en in zijn hart kon opnemen. Daniël was een toegewijde dienstknecht van de Allerhoogste. Daar hoort hij me heel vaak over spreken. Zijn wij wel echt toegewijd? Hij wel, Daniël wel. En dan moeten die 144.000 ook onherroepelijk zijn. Zijn lange leven was vervuld van edele dienst aan zijn meester. Zijn zuiverheid van karakter en zijn onwankelbare trouw werden alleen geëvenaard door zijn nederigheid van hart en zijn berouw voor God. Wij herhalen, let op, daar komt hij. Het leven van Daniël is een geïnspireerd voorbeeld van ware heiligmaking. Het ware heiligmaking, het ware nieuw licht komt over ons allen. Drie hoornen. Dat is pas heiligmaking, lieve broeders en zusters. Beseffen we wel een heel klein beetje waar wij mee bezig zijn? Dat we ons moeten voorbereiden voor die geweldige toekomst. Wij gaan weer eerst zingen met z'n allen. En dan gaan we naar Psalm 119 toe. En daar staat dat mooie woordje ook. Hoe het bedoeld is. In de Bijbel. Niet beminnen. Wie beminnen wij? Dat gaan we nu over zingen. Dat is geen toeval. Volgende vers. Van Psalm 119, vers 80 ziet u op het psalmbord staan. En wat is dat dan? Ai, zie o Heer, dat ik uw wet bemin. Inderdaad, we moeten God beminnen. We moeten zijn bestuur beminnen. Maar God bemint ons niet. Stellen we alles op een kop. Onvoorstelbaar. Of dit de valse vertalers waren van de NBG-vertaling. Beseft u iets? Lieve broeders en zusters, word wakker. Laten we samen zingen Psalm 119, vers 80. Thank you.
leer door uw geest, door de Heilige Geest, mij dat gestaag betrachten, die wet van God in ons hart krijgen. Geloof oefenen. Dat is wat wij met z'n allen moeten betrachten. Ik wil nu iets uitleggen voor u. Uit de Romeinenbrief. Het besef hebben we al heel veel besproken natuurlijk. En we hebben het al over Daniël gehad. We hebben natuurlijk al een hele hoop, of tenminste één belangrijk hoofdstuk besproken in Exodus. Exodus 14. Met natuurlijk ook een stuk van de Engelenboodschap erbij. Maar wat is nu ontzettend belangrijk, wat u moet gaan zien? Paulus die somt hier alles op, die geheiligde schriften en mijn gebeden, wat hier allemaal. Ik, u enige geestelijke gaven mocht meedelen, vers 11 natuurlijk, ten einde gij versterkt zoudt worden, ook een Daniël werd versterkt, hebben we allemaal nu begrepen, het laatste stuk nog van gelezen, dan komt het gerechtigheid door geloof, mensen die schamen zich voor het geloof, en dan gaat dat straks in één keer over, let op, in één keer, want de toorn Gods, daar komt hij. U zit of in het eerste gedeelte van Romeinen 1, of u zit in het tweede gedeelte van Romeinen 1. Je hoofdgroepen, als je sommigen noemen, die vindt u in Romeinen 1. En daar hoort ook nog een stukje van 2 bij hoor, dat moet ik even bijzeggen, want Romeinen 1 en 2 horen bij elkaar. Dus u bent degene die keus maakt. U bent degene die zelfstandig dit mag gaan lezen. Maar ik wil u nu die grote lijn even uitleggen. Want als u doorgaat, dan ziet u weer dat bij hoofdstuk 3 bijvoorbeeld, 3, 4 plus 5 ook weer bij elkaar horen. Dus u weet, er waren geen hoofdstuknummers. Er waren ook geen versnummers voor. Die hebben we er later allemaal voorgezet. Dat is gelukkig maar, want konden we nooit een vers echt even aanwijzen. Maar vergis je niet dat hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 volledig bij elkaar horen. Dus eerst wordt een hele mooie dingen wordt uitgelegd. Ook vers 8 bijvoorbeeld als voorbeeld weer even in Romeinen 1. Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen dat uw geloof, gerechtigheid door geloof, verkondigd wordt in de gehele wereld. De hele Schattenkumenenkerk zal dit straks weten. En die gaat dat verkondigen. De meeste persoonlijkheden, geheiligde mensen in de derde hoorn. Dus, u beseft, Paulus is verrukt natuurlijk over de Romeinen, maar hoe is dit straks allemaal tot stand gekomen? Daar gaan we later op in. Waarom deze, want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddelozen. Dus eerst gaan we nu beseffen met z'n allen, wat is nu geloof? Wat is nu gerechtigheid? Wat is nu een geheiligd leven? Wie moeten wij zijn? Hoe moeten wij hier met dit soort mensen die hier nakomen omgaan? Is er nog één te redden? Je zou bijna denken van niet. Als we dit toch lezen. Wij moeten altijd goed onthouden. Dat heeft de Heer ook in mijn hart gelegd. En dat wil de Heer ook in uw hart leggen. Zondigen tegen Christus. Elke zonde tegen Christus, laat ik het anders uitleggen, als we zondigen tegen Christus, tegen God de Vader en God de Zoon, die twee, let op, niet die derde erbij, die twee, dat kan vergeven worden. Dat is het. Dat is gerechtigheid door geloof. Gelooft u dat Jezus Christus u van uw vuile zonden wil reinigen? Gelooft u dat? Als u daar ja op zegt, dan is dat dus mogelijk. Dat moet u goed onthouden. Maar er is één ding wat niet mogelijk is. En dat is zondigen tegen de Heilige Geest. Dat wat u niet vergeven, lieve broeders en zusters. Wat houdt dat in? Als u licht weigert, als u het niet wilt horen. En aan de kant duwt dat woord van God. De dienstknechten van God. Lachwekkend de gek aansteekt, zeg ik wel eens. Ja, dan hebt u niets tegen mij gedaan. Helemaal niets. Maar wel tegen mijn geliefde Heer Jezus Christus. Ik zie zo ontzettend veel mensen. Die geef ik bijbelles. Probeer ik ietsjes. Nog niet eens les, want dan wil ze niet eens horen.
in een uur, maar die willen alleen maar bespottelijk maken. Lachwekkend doen. Daar zijn ze, ik denk wel eens, mee begiftigd. Echt begiftigd. Ga zelf niet onderzoeken. Nee. Doen anders niks dan lachen. Je lacht alles bij je vandaan, want zij weten het wel. Wij weten het wel hoe het zit. Nou, die doen zelf helemaal niets, die gaan helemaal niet evangeliseren of wat dan ook maar, die weten het allemaal wel. En dan komen we in die groep terecht. Ja, dat zijn gewoon geen hoereerden, ze houden hun fatsoen nog. Maar daar staat nog iets achter, die hebben wel gevallen aan de zonden van een ander. Dus vandaar dat ik zeg, als je dit eerste gedeelte van gerechtigheid door geloof niet goed verstaat, dan hebt u een probleem. Dan moet u zich afvragen of u niet in die tweede helft van Romeinen 1 plus 2 hoort er nog bij zit. Dus vandaar, gerechtigheid door geloof heeft meer te zeggen dan dat wij denken. Dus of u vervalt in het geweldige gerechtigheid door geloof, door het nieuwe licht en alles wat Paulus heeft verkondigd, hebben onderling geloof, hebben we straks. Of u valt in die andere groep. Met een groep die zegt van, ach, ik heb ook een medig welgevallen aan diegene die ze doen. Ach, dat valt toch wel wat mee. Nou ja, u beseft al, dat zijn degene die de geboden, inzettingen en rechten verachten van God. En daar hoort u dan bij. Ja, ook naam Joden, ook naam Christenen en ook naam Zevendedagsadventisten. Ja, die horen er allemaal bij die groep, die laatste groep. Ja, ze vermoorden niet mensen. Ja, nou ja, ze gaan mannen met mannen, dat doen ze niet. Nou, dat wordt ook al toegestaan, dat kan ook al, dus dat mag ook al. U beseft al, wordt het allemaal troebel bij u. Troebel in uw verstand, troebel in uw hart en dan kunt u niet meer God aanbidden zoals het had moeten zijn. In het eerste gedeelte ziet u dat heel nadrukkelijk terugkomen. En door te zien naar Hebreeënbrief 11, de versen 1 tot en met 4. Daar gaat het om. Dus zien is geen geloof. Als we het zien, is geen geloof. Echt niet. Dan ziet u het. Beseft u dat? Hoeft u niet te geloven. U hoeft niet te geloven dat ik hier sta, dat hoeft u niet, dat ziet u wel. Ik probeer het zo simpel mogelijk uit te leggen. Beseft u dat? Maar als u iets gelooft, dan hebt u het uit het woord van God verstaan, in uw hart opgenomen en dan leeft u erna. En u ziet niks. Dat is het. Dat is het. U leest wel, krijgt wel wat in uw hart. Dat is duidelijk. U leest alleen de woorden, meer niet. Want, dan komt hij al. Psalm 101, vers 2, gaan we nu zingen. Korte psalmen, staat heel veel in. Ik zal met verstand een weg betreden der vromen. Je moet bij die vromen, bij die door het onderlinge geloof wat zij hebben, daar moet u bij blijven. Wanneer zult gij mijn bondsgods tot mij komen? We hebben toch een verbond met God gesloten. Psalm 101, vers 2 gaan we met z'n allen zingen. En daarna gaan we bidden. Als we dan in dat verbond met God zijn, wat zullen we dan doen? Ik zal doen zien in al mijn huisbeleid, ook thuis, huisbeleid, de oprechtheid.
En alles wat u doet, wat u zegt, is dan oprechtheid. Ook in uw gezinsleven, ook in uw omgang met andere mensen. Laten we daarvoor bidden met z'n allen, dat we dat met z'n allen mogen gaan inzien. Wilt u samen met mij de hoofden buigen om de Heer te zoeken in alle nederigheid en te vragen aan hem of hij nogmaals bij ons wilt zijn, ook bij u thuis, bij mij hier, bij ieder die aanwezig is, om die geweldige Heilige Geest op ons te laten komen, omdat ons hart en ons verstand geopend mag worden. Laten we de Heer zoeken in gebed. Lieve, goede, getrouwe God de Vader, lieve Heer Jezus, het woord van u is zo ontzettend fijn en mooi en goed geschreven. Maar wij mensen willen er telkens wat anders van maken. In onze gedachten, in onze gevoelens en in onze gemotiveerdheid. We hebben valse Bijbelvertalers gehad, hebben we weer gezien. Hoe is dat dan mogelijk? De helft wordt verteld en niet belangrijke stukken, dat wordt in één keer niet meer verteld. Hoe kan dat? Heren, wij bidden en we smeken van u of u bij ons wilt zijn. Dat we heel goed gaan nadenken wie we willen en ook moeten zijn. Willen we in eeuwigheid bij u kunnen en mogen leven. We willen nu een eerste opstap doen van gerechtigheid door geloof. We gaan er straks nog veel meer op in, maar dat we die eerste opstap heel helder hebben voor elkaar. We hebben een voorbeeld aan Daniel. We hebben een voorbeeld in eerdere erediensten aan Henoch gehad. We hebben het grootste voorbeeld aan u, lieve Heer Jezus. Wat hebt u ons veel geschonken? Maar willen we dat nou wel zien? Of zitten we vastgekluisterd aan deze wereld? Vastgekluisterd aan onze kinderen, aan onze familiebetrekkingen, aan onze kerkgemeenschappen, enzovoort, enzovoort. Of stellen we alleen maar u, Vader in hemel, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest op de eerste plaats? Dat moeten we ons allemaal afvragen. En daarom willen we nu verder met gerechtigheid door geloof, een eerste opstap. Wilt u bij ons zijn met uw Heilige Geest, lieve Vader in hemel, lieve Heer Jezus? Kom over ons, dat we het mogen verstaan. Vooral ook voor alle mensen die thuis zijn, die er nog moeite mee hebben, omdat ze het nog niet goed kunnen begrijpen. Open hun hart en hun verstand. Om Jezus Christus wil bidden we dat, Vader in hemel. Dat smeken we van u, Vader in hemel. Om Jezus Christus wil. Amen. Ik wil nog eenmaal voor u lezen. Een mooi vers. Vers 17 van Romeinen 1. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard, in u geopenbaard, uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Eeuwig leven, wel te verstaan. Prima, dan willen we eerst naar een heel belangrijk boekje toe. En dat is het geheiligde leven. Ja, dat komt natuurlijk heel goed overeen met hetgeen wat wij hier allemaal bespreken. En daar heb ik ze nu en dan al eens iets van behandeld, maar lang nog niet alles. Maar dit is wel een van de mooiste boekjes, vind ik, als we over rechtvaardigmaking hebben en over het geheiligde leven. Want de rechtvaardigmaking door geloof, daardoor ontstaat een geheiligd leven. Zo werkt dat natuurlijk. Dan wil ik op bladzijde 51 daar beginnen. Want we hebben ook over Exodus gehad. Exodus gaan we verder mee natuurlijk. Exodus 14 hebben we behandeld. En we gaan ook nog Exodus 15 behandelen. Enzovoort. Die wet, die inzettingen gaan we allemaal behandelen. We willen weten, echt weten hoe dat zit. Wat zijn dan Gods inzettingen? Wat zijn dan zijn rechten? Hoe recht God ons? Hoe oordeelt God ons? Mag je ook zeggen, dat is bijna hetzelfde. En dan staat er weer bovenin, God is niet veranderd. Ah, dat is duidelijk. God sprak in Genesis en God sprak en spreekt in Openbaring. En God is dus niet veranderd. En de wetten zijn
hier achter ons afgebeeld zijn, staan, ook niet veranderd. Hoe gaan wij dan daarmee om? Dat is het. God is niet veranderd, bovenin. Gods karakter is niet veranderd. Gods wet is niet veranderd. Dat is het karakter van God. Hij is dezelfde naijverige God die zijn wet gaf op de Sinaï en deze met zijn eigen vinger neerschreef op stenen tafelen. Moet je zich eens voorstellen. Daar waren die tafelen ook groot afgebeeld. Dat iedereen heel duidelijk kon zien wat er op die tafelen stond. Zij die Gods heilige wet overtreden, kunnen dan wat zeggen. Ik ben heilig. Moet je zich eens voorstellen. Dat zeggen mensen. Dat is pure aanmatiging natuurlijk. Maar waarlijk geheiligd zijn en beweren geheiligd te zijn, zijn twee totaal verschillende dingen. Zet ik even tussen. Echt totaal verschillende dingen. Het Nieuwe Testament heeft de wet van God niet veranderd. Is aan het kruis genaald. Dus het is een grote leugen. De heiligheid van de Sabbat, van het vierde gebod, staat even vast als de troon van Yahweh, van onze God. Waarom? Waarom? Dat vierde gebod is eeuwig. De wet is eeuwig. Het bestuur van God is eeuwig. Johannes schrijft, ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. Je moet weer de Statenvertaling lezen. Doet ook de ongerechtigheid. Want zonde is wetteloosheid. Zonde is ongerechtigheid. Wetsovertreding. En gij weet dat hij geopenbaard is, opdat hij, Jezus Christus, de zonde zal wegnemen bij u en bij mij. Indien wij oprecht berouw hebben, specifiek maken, schuldbelijdenis doen, stoppen met zonde. Even voor de duidelijkheid. Als u dat niet hebt gedaan, blijven die zonden in de hemel opgetekend staan. Beseft u dat? Beseft u dat? Ja, aan u de keus. Of ze blijven allemaal opgetekend staan, en u zult ze allemaal weer zien op het moment als u opgewekt wordt. Let wel, bij Gog Magog staan ze u allemaal helder voor ogen. Allemaal. Daar zorgt God voor. U hebt geen excuus meer straks. Ja, maar ik ben toch, ik zat toch ook altijd netjes in de kerk. Ja. U hebt geen belijdenis gedaan van uw zonden. Niets daarvan. Ja, maar ik dacht dat u dat bepaalde voor mij. Voorbestemming. Predestinatie. Hoe u het me noemen wilt. Nee. Wij moeten keuze maken voor Jezus Christus. En we moeten zelf beslissen, en dat moeten we willen, om te stoppen met zonde. Ja, zo ligt dat. En helemaal niet anders. Dus bij deze. Want zonde is dus wetteloosheid. En gij weet dat hij, Jezus Christus, geopenbaard is, opdat hij de zonde zou wegnemen. En in hem is geen zonde. En als in God geen zonde is, dan wil hij, God de Vader, God de Zoon, en ook God de Heilige Geest, alleen maar persoonlijkheden, laat ik het dan zo even noemen, personen of engelen, daar noem ik persoonlijkheden even op, alleen maar dit soort mensen, als het om ons gaat, bij hem hebben. Die dus niet meer zondigen, dat af hebben geleerd. Want een ieder die in hem blijft, zondigt niet. Een ieder die zondigt, heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Let op Statenvertalingen altijd. Met de geliefde apostel kunnen wij dezelfde mening hebben over hen die beweren in Christus te zijn en te zijn geheiligd. Terwijl ze Gods wet overtreden. Moet je je voorstellen, hoe is dit dan mogelijk? Hij had met eenzelfde soort mensen te maken als wij. Hij zei, kindertjes, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig. Gelijk, hij rechtvaardig is. Wie de zonde doet, is uit de duivel. Want de duivel zondigt van het begin. Hij is ook de mensenmoordenaar van het begin. De apostel sprak hier duidelijke taal. Zoals hij vond dat dit thema vereiste. Een vereiste om duidelijke taal in deze wereld te spreken. Uit de brieven van Johannes ademt een geest van liefde. Natuurlijk. Wij moeten duidelijke taal spreken, maar we hebben die mensen ook ontzettend lief. Ongeacht wie ze zijn, laten we dat ook voorop stellen.
ook heidenen of mensen die God nog nooit hebben gekend. Ik heb u zo'n voorbeeld genoemd van een week. Of vorige week was het al. Dat we met mensen spraken, en ik met een persoon sprak, die helemaal niet meer geloofde. Maar ik vond het geweldig om met zo'n persoon te spreken. Goed karakter, in die zin. Redelijk karakter, laat ik het zo stellen. Zou een persoonlijkheid kunnen zijn voor de hemel. Mag ik het zo uitdrukken? Maar we worden niet gered door een heel fijn karakter, want dan zitten we in eigen gerechtigheid. En die begrijp ik dus ook echt niet wat zonder leven is. Kijk, dan komen we ook steeds dichterbij met, beseft u wel dat we zonde kunnen leven? Nee, die persoon besefte dat dus niet, omdat hij, zij geen geloof had. Dus weer terug. Die vereiste is belangrijk. Uit de brieven van Johannes ademt een geest van liefde. Wanneer hij echter in aanraking komt met mensen die Gods wet overtreden en toch beweren dat ze zondeloos leven, aarzelt hij niet hen te waarschuwen voor hun gevaarlijke bedriegerijen. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en in duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, vooral ook in die eindgeschiedenis, in het nieuw licht, gerechtigheid door geloof, maar ook die verborgenheid der ongerechtigheid, maar dat behandelen we nu niet. In het nieuwe licht wandelen, gelijk hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, dus ook onder elkaar, door onderling geloof, vers 12, hebben we besproken. In het bloed van onze geliefde Heer Jezus Christus, zijn Zoon, God de Vader zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Indien wij zeggen dat wij geen zonden hebben, misleiden wij onszelf. Ziet u nu wat er aan de hand is? Die mensen zeggen, ik leef zonder zonden. Die gedachten kunnen totaal al verkeerd zijn bij mensen. Sterker nog, ik kan u voorhand al zeggen, dat zal verkeerd zijn. Want ik zal de laatste zijn die zegt dat ik zonder zonden leef. Ik zeg altijd, het is mogelijk door Gods kracht. Maar mijn gedachten, gevoelens en gemotiveerdheid moet nog totaal onder controle komen van Jezus Christus. En ik heb het veelvuldig al onder controle, maar soms denk ik, dan ga ik weer mis. Of ik val in de oude natuur terug, dan gaat er iets mis. Dat merk ik heel goed. Dat kunt u ook heel goed merken. Wanneer u uit Christus vandaan bent, dat merkt u onderdoppelijk. Dat zal iedereen merken. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf. En de waarheid is in ons niet. Onthoud dat. Indien wij onze zonden belijden, dan komt u weer, de berouw, die vier punten. Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid, van alle wetsovertreding. Indien wij zeggen dat we niet gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar. Wie? Onze God tot een leugenaar. En zijn woord is in ons niet. Daar zijn we bij hetgeen waar we moeten zijn, lieve broeders en zusters. Beseft u dat? En daarom wil ik nu eerst even met u naar Bijbelcommentaren toe. Heel in bijzonder. Bijbelcommentaren 4, 66. Gaan we een beetje dieper op in. Andere kant belichten, is beter gezegd. Er staat ook een stukje weer over gerechtigheid door geloof. Heb ik nog niet eerder behandeld, dus ik heb heel veel behandeld en ik ga niet elke keer dezelfde dingen behandelen. Dat moet u even meenemen, want u moet zelf bijvoorbeeld heel Romeinen, hoofdstuk 4, kom ook nog aan toe natuurlijk straks, maar daar haal ik nu weer even iets uit. En dat is bladzijde 466 van Bijbelcommentaar. Dat gaat over gerechtigheid door geloof. Geloof in de midden, hoofdstuk 4. Geloof legt beslag op de gerechtigheid van Christus. Dat is dus gerechtigheid door geloof. Dus wij steunen, wat ik zo mag noemen, op Christus. Op die eerste genadegave, daar steunen wij op. Dat is die eerste genadegave, niet die tweede hoor. Ja, Christus helpt ons, dat is wat anders. Maar wij steunen op die eerste genadegave, de eerste gift van Christus. Geloof is de voorwaarde waarop God het juist heeft geoordeeld vergeving te schenken. Dus God kan alleen maar op een juiste manier
handelen, op een voorwaarde handelen, als wij op de juiste manier berouw hebben getoond. Die vier punten. Ik herhaal ze niet elke keer, u weet dat. Berouw, specifiek maken, schuldbelijdenis doen en stoppen. Dat zijn die vier punten, nog eenmaal. Dus daar zijn voorwaarden aan verbonden. Geloof is de voorwaarde, die vier punten, waarop God het juist heeft geoordeeld vergeving te schenken aan zondaars. Niet omdat er in het geloof enige verdienste schuilt. Nee, je kunt wel geloven dat God bestaat, maar daar verdient u niets mee. Je kunt wel een miljoen jaar in die kerk zitten, laat ik het dan overdreven uitdrukken, maar daar hebt u geen geloof door. U gelooft alleen maar dat God bestaat. Dus nogmaals, niet omdat er in het geloof enige verdienste schuilt. Om daardoor de zaligheid te verdienen. Katholieke doctrines. Maar omdat het geloof beslag kan leggen op de verdiensten van Christus. Het bloed van Christus zet ik ertussen. Het middel tegen de zonde. Bloed en water heeft gevloeid. Geloof kan Christus volmaakte gehoorzaamheid bieden. Dus door geloof, ik zal het anders uitleggen, door het geloof, door ons geloof in Christus, kan Christus volmaakte gehoorzaamheid bieden in plaats van de overtreding en de tekortkoming van de zondaar. Dus u beseft, Christus kan uw geloof bieden. Ja, hoe kan Christus mij uw geloof bieden? Omdat wij er beslag op leggen. Wij leggen beslag op geloof van Christus. En Christus wil in ons een verandering laten plaatsvinden. Beseft u dat? Omdat u gelooft dat Christus voor u is gestorven. Zo ligt dat. Ik geloof dat Christus alle zonden bij mij vandaan kan halen. Iets wat die persoon niet verstond. Maar wij geloven dat Christus dat bij ons wel kan doen. Daarom heb ik dat voorbeeld aangehaald. Iemand die niet gelooft, die gelooft dat niet, die begrijpt dat ook niet. Ziet u nu waar het spanningsveld ligt tussen een niet-gelovige en een gelovige? Of een surrogaat-gelovige, laat ik het dan zo uitdrukken, en een ware gelovige? Daar ligt het hem in. Ik zal hem nogmaals lezen. Maar omdat het geloof beslag kan leggen op de verdiensten van Christus, het middel tegen de zonde, geloof kan Christus, dus ons geloof, kan Christus volmaakte gehoorzaamheid bieden. In plaats van de overtreding en tekortkoming van de zondaar. Dus, ik hoop dat u dit verstaat. Maar we gaan nog even verder. Als de zondaar gelooft dat Christus zijn persoonlijke zaligmaker is, en dat geloven wij, vergeeft God op grond van zijn nimmer falende belofte zijn zonde en rechtvaardigt hem om niet. Dus je wordt niet door werken zalig, om niet. De brouwvolle ziel beseft dat hij gerechtvaardigd wordt, omdat Christus als zijn plaatsvervanger en borg voor hem gestorven is. En zijn verzoening en gerechtigheid is. Dus die verzoening moet plaatsvinden. Uw zonden staan in de hemelse boeken opgetekend. En er moet verzoening over plaatsvinden. Daar is Christus nu mee bezig. Beseft u dat? In de hemel. In het heilige der heiligen. Na 1844, 22 oktober. Dus we leven in een periode van grote verzoendag. Dus, nogmaals, lees dit zelf heel goed door. Dat heeft met die verzoening te maken. Met geloof van ons mensen te maken. Gehoorzaamheid. Die volmaakte gehoorzaamheid. Kan God in ons hart bieden, dat biedt God ons aan, omdat hij onze zaligmaker is. En dan gaat het een stukje verder over Abraham, maar dan wil ik even verder. Helemaal onderin, onderste, twee na, onze regel, helemaal aan de kantlijn. Hij kan, op dezelfde bladzijde dus, 466, hij kan in geloof de verdiensten van Christus aan God voorhouden en de Heere rekent de zondaar de gehoorzaamheid van zijn zoon toe. Wat zegt u dan? Die zonde die u hebt, die wordt
door het bloed van Christus u, ik zeg er even bij, in eerste instantie kwijtgescholden. Beseft u dat? In eerste instantie zeg ik, want ze blijven opgetekend staan met een streep erdoor. Maar als u weer terugvalt, dan hebt u een groot probleem. Ja, ze zijn nog niet vernietigd. Er staat een streep door in eerste instantie. Maar als u terugvalt, uit het geloof vandaan, dan kunnen we nog precies lezen wat er stond. Zo had het kunnen zijn dat die streep erdoor stond en dat u rechtvaardig zou worden bevonden door het bloed van Christus. Dat moet er een bij. Als het ware staat er met Christus vinger een rode streep door van bloed. Misschien moet ik het zo uitleggen dat u het goed beseft. Maar als u straks dat bloed van Christus niet aanvaardt in het einde van uw leven of het midden van uw leven, wanneer dan ook maar, dan geldt die rode streep niet meer. Want u hebt geen middelaar meer. Zo ligt de situatie. Dus vandaar dat niet al die zonden van de ene seconde op de andere seconde uit de boeken des hemels weg zijn. Ze zijn er wel weg door Christus, verzoenend offer, maar u moet dat nog vol zien te houden. Daarom heb ik dat verhaal even verteld met die persoon waar ik mee gesproken heb en had. Ja, ik ben wel christelijk opgevoed. En die heeft natuurlijk al als kind zijnde misschien allemaal gebeden gedaan. Heere, wilt u mij vergeven? En Heere, ik ben fout geweest, lieve Heer Jezus. Als een kindje van 7, 8, 9 jaar. Dat zou best kunnen. Maar die toch op een bepaald moment de wereld lachten mensen allemaal toe. En is van 21, 22, 23, 30, 40 jaar. En dan valt alles weg. Dan valt alles weg. Hoe is dat dan mogelijk? En wat gaat er dan gebeuren met die persoon? Stel nu even praktisch als voorbeeld. Die persoon is tot 20 jaar, even als voorbeeld, tot 20 jaar altijd gelovig geweest. En overal staan hier rode strepen door. Met Christusvinger ingegraveerd. Ingeschreven. Hoe het we noemen. Over uw en mijn zonden. Maar als u valt in de eindtijdgeschiedenis, de wereld lijkt u meer toe dan de eeuwigheid. Die hebbelijkheden hebben we allemaal. Dan verstaat u het geloof niet meer, dat was ook duidelijk uit het gesprek. En wat dan? Bent u verloren? Maar wat is dan nog erger? Dan moet u opkomen in Gog Magog. En wat is dan nog erger? Dan hebt u geen middelaar meer gehad. Dan zijn al die zonden die u vroeger als kind hebt beleden, die staan u kraakhelder voor ogen. Uw verstand wordt geopend. U wilde de middelaar Jezus Christus toch niet? U wilde het nieuwe licht toch niet aanvaarden? Ook binnen de Adventgemeente. En straks ook binnen de Chateau Gemeenekerk. Dat wilde u toch niet? Dan bent u schuldig voor God. U hebt toch de dienstknecht van God afgewezen? Dat wil ik niet, dat wil ik niet. Dan hebt u, wat hebt u dan gedaan? Gezondigd tegen de Heilige Geest. Gods Heilige Geest wilde bij u binnendringen. Maar u hebt dat gelaten. U wilde dat niet. Kan die Heilige Geest, die Goddelijke Heilige Geest, niets meer voor u doen? Niets meer. U wijst licht af. Ja, dat is het pijnlijke binnen de Adventkerk natuurlijk. Maar ook bij de Chateau-Gemeenekerk straks. Die wil in de wereld blijven. Of hoe dan ook maar. En dan nogmaals, bovenin, we maken het laatste regeltje even af. De Heere rekent de zondaar de gehoorzaamheid van zijn zoon toe. Prima. De zondaar was ongehoorzaam. Dan verder. De gerechtigheid van Christus wordt aanvaard in de plaats van het tekort van de mens. En God ontvangt, vergeeft en rechtvaardigt de berouwvolle geloven. Dat zijn drie punten, hoort u dat weer? Wij moeten ook drie punten hebben. Brouw specifiek maar een schuldbeleidnis doen. En God ontvangt, vergeeft en rechtvaardigt de brouwvolle, gelovige ziel. Hoort u dat? En behandelt hem alsof hij rechtvaardig was. Kijkend naar het bloed van onze geliefde Heer. En heeft hem lief.
zoals hij zijn eigen zoon lief heeft. Dat is niet te vatten. Zoals hij zijn eigen zoon lief heeft. Op deze wijze wordt het geloof tot gerechtigheid gerekend. Ja, dat is het gebed van Daniel 9. Is dat niet geweldig? Dat is wat wij met z'n allen vorige eredienst hebben bestudeerd. Beseft u dat? Als u dat beseft, dan wil ik een stap verder met u gaan. En dat is het volgende. We hebben nu geheiligd leven gelezen. Dan wil ik even met u naar terug. En dan gaan we naar bladzijde 61 toe. Bladzijde 61. Een beetje een opstap maken voor de situatie ouders-kind. Die situatie ouders-kind, dat vinden wij ook weer in de Bijbel terug. Of beter gezegd, in het scheppingsplan terug. Wij zijn kinderen van God. En niet oneerbiedig bedoeld, weer, wat zijn onze ouders? Laat ik het maar zo uitdrukken. Wat is onze vader? Beter uitgedrukt. Met zijn zoon. Beseft u al. Dat is God de Vader en God de Zoon. En God de Heilige Geest, die wil ons leiden. Dus die drie eenheid, met die vierde, dat zijn de engelen natuurlijk in dit geval, die ten dienste zijn gesteld voor God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, die willen ons helpen. Maar wij moeten wel gehoorzamen. Nou, dan gaan we daar eens een beetje een opstap in maken. Let op. Bladzijde 61, geheiligd leven. Een christelijk karakter. Staat en valt alles bij. Het karakter van de christen komt tot uiting in zijn dagelijks leven. Dat kan niet anders. Christus zei, elke goede boom brengt goede vruchten voort, maar een kwade boom brengt slechte vruchten voort. Ik zeg er altijd bij, lees continu Statenvertaling. Maar ik kan natuurlijk niet alles uit de Statenvertaling halen. Ik doe het liefst wel, maar het is een keer zo opgeschreven. Onze heiland vergelijkt zich met een wijnstok, waarvan zijn volgelingen, u en ik dus, de ranken zijn. Hij maakt duidelijk dat allen die zijn discipelen willen zijn, let op Lucas, wie niet haat zijn vader, moeder, vrouw, enzovoort, kan mijn discipel niet zijn. Lees nog eens goed door. Er zit een iets bijzonders in dat niets tussen u en God in mag staan. Anders kunt u niet een discipel van Jezus Christus zijn. En dat willen we, discipelen willen zijn. Vrucht moeten voortbrengen. En de juiste dus. Dan laat hij zien hoe ze vruchtbare takken kunnen worden. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, als ze niet in de wijnstok blijft. Zo ook gij niet, als gij in mij niet blijft. Dat is hetzelfde wat we ook eerder hebben gelezen. De apostel Paulus beschrijft de vrucht welke de christen moet dragen. Hij zegt dat deze bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid. Opnieuw, drie punten. Hoort u dat? Drie punten. Louter goedheid, gerechtigheid en waarheid. Efeze 5 vers 9. En opnieuw, de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Er zitten drie verkeerde woorden in. Onderzoekt u dat zelf eens in Galaten 5 vers 22 tot en met 23. Ga ik nu niet meer voor u doen. In principe staan er 9 punten en het 10e punt is vruchtdragen. Deze kostbare gaven zijn niets anders dan de beginselen van Gods wet. De beginselen. Vindt u dus in Galaten 5 vers 22 en 23. Ten uitvoer gebracht in uw en mijn leven. De wet van God is de enige ware maatstaf van zedelijke volmaaktheid. Let eens goed op. Alles wat met zedelijkheid te maken heeft, onreinheid te maken heeft, verkeerde gevoelens, gedachten te maken heeft, weten wij, dat is de maatstaf, is daarvoor de wet van God. Deze wet werd praktisch geïllustreerd in het leven van Christus. En moet dus ook praktisch geïllustreerd worden in uw leven.
Hij zegt van zichzelf, Jezus Christus dus, ik heb de geboden van mijn vader bewaard. Heb ik gedaan, heb ik in mijn hart gehad. Alleen deze gehoorzaamheid kan voldoen aan de eisen, geboden, inzettingen en rechten, houd dat even goed vast, van het woord van God. Hij die zegt dat hij in hem blijft, dus wij zeggen, en Christus zegt, die zegt dat hij in hem blijft, moet zelf also wandelen, als deze gewandeld heeft, Jezus Christus dus. We kunnen niet zeggen dat we hiertoe niet in staat zijn. Want we hebben de verzekering, mijn genade is u genoeg. Paulus die worstelde ook natuurlijk. Dat is een doorn in het vlees, dat weten wij ook. Mijn genade is u genoeg. Hier moet je het mee doen, Paulus, zei de Heer even in onze bewoording. Ik ben degene die je beschermt. Ik ben degene die je ook kwijtscheldt, alles wat je hebt gedaan. Ik ben degene die ook weet dat je niet goed kunt lezen. In verband met je ogen, maar mijn genade is u genoeg. Wanneer we in de goddelijke spiegel van de wet van God kijken, ontdekken we de verschrikkelijke goddeloosheid, een heel pijnlijk woord, de verschrikkelijke goddeloosheid, daar gaan we naartoe natuurlijk, van Romeinen 1, vers 18 tot en met 31, en daar hoort natuurlijk 32 ook nog bij, daar gaan we specifiek over spreken, van de zonde. En onze verloren toestand als overtreders. Door berouw en geloof echter worden we voor God gerechtvaardigd. En door Gods genade worden we in staat gesteld zijn geboden te gehoorzamen. Dus God stelt ons in staat om zijn geboden te gehoorzamen. Begrijpt u dat? Maar dat is mooi. Door Gods genade. Legt God in ons hart, in ons denken, in onze ziel, in onze gedachten. U mag nu alles gaan invullen, ons hart. Zij die God werkelijk lief hebben, als u God werkelijk lief hebt, en dat heb ik ook, ik heb God werkelijk lief, maar ik moet een hoop leren. Maar ik heb hem ontzettend lief. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Ik weet dat ik niet door werken gered word, lieve Heer Jezus. Maar ik heb nog verkeerde puntjes in mij, in mijn gedachten, karakter trekken, oude natuur moet er nog uit. Dat mag u ook allemaal zeggen. Mag u voor de Heer Jezus neerleggen. Dat doe ik ook. Heer, help me erbij. Want ik voel mezelf zeker niet heilig. En zeker niet zonder zonden. Ik wil daar naartoe. Heer, zeg het tegen mij. Maak mij opmerkzaam, lieve Heer Jezus. Kijk, dat mag u bidden. Dat bid ik ook. Zij die God werkelijk lief hebben, zullen blijk geven van een oprecht verlangen om zijn wil te verstaan. En deze te doen. Hebt u dat ook? Dat heb ik ook. Maar ik ben nog niet zo ver dat ik Jezus Christus kan vertegenwoordigen. Volgens mij komt dat nooit. Dat zeg ik wel eens. En kijk, dan gaan we terug naar Paulus. Wat Jezus tegen Paulus zei. Mijn genade is u genoeg. Kijk, dan komt dat kantelpunt dat we zeggen, ja, nu moeten we ook eens tevreden zijn. Met hetgeen wat God voor ons wil doen. Niet alles zelf willen doen. Ja, we doen alles zelf. We willen geheiligd leven leiden. En dat moeten we ook. Maar niet meer willen doen dan dat God ons opgedragen heeft. Laat ik het dan zo uitdrukken. Want voordat we het weten vallen we dan in eigen gerechtigheid. Kijk eens wat ik doe. Beseft u, daar zit een spanningsveld tussen. Als u te veel daar naartoe gaat, dan zakt dat andere weg. Dan mist u gerechtigheid door geloof. De apostel Johannes, wiens brieven zo uitvoerig over de liefde handelen, zegt, dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. Het kind, dan komt iets belangrijks. Ik heb het al gezegd, we gaan richting die vader- en moedersituatie. Dit is dan zo'n vader- en moedersituatie op deze aardbol. Maar die kunnen we ook weer spiegelen ten opzichte van hemel-aarde. Het kind dat de ouders lief heeft, zal die tonen door vrijwillige gehoorzaamheid. Maar het zelfzuchtige, ondankbare kind probeert zo weinig mogelijk voor zijn ouders te doen. Alles is te veel. Hoort u dat? Merkt u dat? Ouders, vooral als kinderen een beetje ouder zijn natuurlijk. Hoewel het tegelijkertijd alle voorrechten wenst te genieten die verleend worden aan gehoorzame en trouwe kinderen. Ja, nou, zijn ze ook nog zelfzuchtig en opeisend. Dat is niet normaal. Dat is volop gaan in deze wereldgeschiedenis.
Want het is alleen maar hetzelfde. Dus binnen uw gezinnen, lieve broeders en zusters, ouders, kunnen kinderen leven die alleen maar zelfzuchtig zijn. Ja, daar zit dat geloof van Christus niet in. Nou, kan er nog in komen hoor, laten we wel zijn, dat hoort u mij niet over oordelen. Maar u beseft wel, u ziet daar, ik speel alleen met eigen speelgoed en ik wil niet delen, ik deel niet. Dit is allemaal voor mij. En dan mag jij ook met een autootje spelen, mag jij ook met wat Lego spelen, dat is van jou. Maar het meeste is voor mij. Ik noem maar simpele voorbeeldjes, maar dat gebeurt gewoon. En dat is wel iets wat ouders moeten rechtzetten. Doet u dat bij uw kinderen? Of kinderen die de gekste dingen doen, overal tegenaan slaan en schoppen. Het is niet normaal wat kinderen momenteel doen. Bestraft u ze dan ook? Of zegt u, oh, laat maar. Nee, dan mist u iets. Dan mist u ook iets van het geloof wat Jezus Christus met u wil doen. Dan aanvaardt u ook niet de geboden van God natuurlijk, want dat is ook een eis van God om gehoorzaam te zijn naar God. Beseft u dat er dan iets misgaat in de verhouding tussen God en ons mensen en tussen ouders en kinderen? Nou, dat gebeurt veelvuldig momenteel, dat kan ik u beloven. Ik heb zulke verschrikkelijke dingen gezien en soms meegemaakt en ik sta soms met kromme tenen in mijn schoenen, dat begrijpt u wel. Dat zijn niet mijn kinders. En ik zeg soms heel voorzichtig iets. Maar meer niet. Ouders moeten zelf gaan nadenken. Ja, want die kinderen, voor in die eindtijdgeschiedenis, hoewel het tegelijk alle voorrechten wenst te genieten, die kinderen, die verleend worden aan gehoorzame en trouwe kinderen. Dat zijn ondankbare kinderen. En die kunt u straks tegenkomen. Ditzelfde verschil ontdekken we bij hen die voorgeven kinderen van God te zijn. Velen die weten dat ze het voorwerp van zijn liefde en zorg zijn, en die gaan er zijn zegen ontvangen, vinden er geen lust in zijn wil te doen. Kijk, dat is precies hetzelfde. Dat is allemaal veel te veel moeite. Moet ik een uur studeren per dag? Nee, toch zeker. Het is allemaal veel te veel moeite. Wij gaan naar de kerk en dat is ons genoeg. Ze beschouwen Gods eisen als een onaangename last. Zijn geboden als een pijnlijk juk. Geboden zijn ook aan het kruis genageld. Ze hebben er wel wat voor bedacht. Maar wie oprecht zoekt naar heiligheid van hart en leven, verlustigt zich in de wet van God. En betreurt alleen dat hij daarin zo erg tekort schiet. Nou, ik heb u even iets van mezelf verteld, want dat voel ik soms ook. Heer, hoe kan dat nu? Dat ik niet doe wat u van me verlangt. Wij hebben het gebod gekregen, elkaar lief te hebben, zoals Christus ons heeft lief gehad. Hij heeft zijn liefde getoond door zijn leven neer te leggen om ons te verlossen. De geliefde discipel zegt dat wij bereid moeten zijn ons leven te geven voor de broederen. Want een ieder die hem lief heeft, die deed geboren worden, heeft ook degene lief die uit hem geboren is. Johannes 1 vers 5 en vers 1. Als we Christus lief hebben, zullen we hen lief hebben die in leven en karakter op hem gelijken. En niet alleen dit, maar wij zullen ook lief hebben die geen hoop hebben. En die zonder God in de wereld zijn. We hebben een opdracht van God. Christus verliet zijn hemelste huis en kwam naar de aarde om te lijden en te sterven. Om zondaars te redden. Voor hen werkte, dit de Heere Jezus ook, leed en bad hij, onze geliefde Heere. Totdat hij gebroken van hart en verlaten door hen voor wie hij gekomen was, zijn leven gaf op Golgotha. Zijn leven gaf op Golgotha. En inderdaad, lieve broeders en zusters, het zou best wel eens kunnen zijn dat ook u uw leven moet geven als martelaar voor Christus.
Dat zou kunnen. Dat zou bij mij zo kunnen. Want we gaan straks eens even kijken wat voor mensen wij tegenkomen in deze wereldgeschiedenis. Toen al bij Paulus. Kunt u dat wel aan? Dat kunt u zelf niet aan. Dat zal heel duidelijk zijn. Maar wel door Christus kracht. En als gerechtigheid door geloof niet in uw hart leeft, wat dan? Als je niet die diepte van God hebt ingedronken, de wet en de profeten hebt ingedronken, de geboden, de inzettingen en de rechten begrijpt, dan gaat het mij in het bijzonder om, begrijpt, kunt u nooit een luider op gaan brengen. Kunt u nooit gerechtigheid door geloof uitleven. En daar willen we nu straks mee de diepte in gaan, met z'n allen. Ik hoop dat u gaat beseffen dat gerechtigheid nogal wat meer is dan alleen die vier punten. Berouw, specifiek maken, schuld blijven en stoppen met zonde. Ik hoop dat God u wilt zegenen in alles waar u mee bezig bent. Dat u mag gaan verstaan wat echt gerechtigheid door geloof inhoudt. Amen. We willen terug naar die mooie psalm. Psalm 101. Er staat meer in. Het is een hele korte psalm. Maar er staat meer in dan dat we echt beseffen. Laat maar eens lezen. Psalm 101, vers 3, gaan we met z'n allen zingen. Ik zal met vermaak naar het kwaad niet overhellen. Hoort u dat? Hebben we het over gesproken? Romeinenbrief. We gaan niet overhellen. We gaan niet mee met hun. We hebben geen welgevallen aan de ongerechtigheid. Geen godloos stuk mijzelf voor ogen stellen. Hoort u dat? Niet meegaan. Er zijn geen meelopers. Daar gaan we in het bijzonder telkens over hebben. Dat beseft u wel. Laten we samen Psalm 101 vers 3 zingen. En hierna met z'n allen. Dank. Zover moet het bij ons komen. Ik haat het doen der schenderen uw wet. En schuw die smet. Hoe krijgen mensen het toch voor elkaar om Gods wet elke keer te schenden? Dus wij willen niet Gods wet schenden. We willen doen wat God van ons verlangt. Laten we dat hier zoeken in gebed. En dankbaar zijn dat hij een klein stukje voor ons heeft uit willen leggen. Vanuit de Bijbel vandaan. Laten we bidden met z'n allen. Lieve Vader in de hemel. Lieve Heer Jezus. Dank u wel dat u door uw Heilige Geest ons wilt onderwijzen. En wie we moeten zijn. Waar we moeten gaan staan. Als het om uw onfeilbaar woord gaat. Dat we geen meelopers zijn. Want de massa gaan we straks tegenkomen in de volgende eredienst. De massa die allemaal de verkeerde kant op. Onvoorstelbaar. Al die gruwelen goedkeuren. Heere, 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 help ons mee. U bent het die het wil en werken moet doen. U bent het die ons die kracht kan en wil geven. Inzicht wil geven. En dat we straks ook voor uw heilige troon mogen staan. Zelfs zo ver mogen komen dat we straks
bij die 144.000 mogen horen om in die tempel te mogen zijn met u, lieve Heer Jezus. Voor ons niet voor te stellen, voor mij soms ook nog niet. Maar u hebt het beloofd en dat geloven wij, onherroepelijk. Maar wie zijn wij dat binnen mogen komen? Zo is de situatie. Zo denken wij erover. Wij zijn maar mensen met vele fouten en gebreken. Maar u wilt dat eruit halen, volledig ons reinigen. Uw genade is ons ook genoeg, lieve Heer. En met in het bijzonder ook die tweede genade gaat, die meegedeelde gerechtigheid. Om ons geschikt te maken om in die tempel te kunnen en te mogen leven. Zo leggen wij alles voor u neer, lieve Heer Jezus. Ook deze nieuwe week weer. Ga met ons mee. En vergeef ons alle verkeerde gedachten en gevoelens en gemotiveerdheid. Om Christus Jezus wil, Vader in hemel. Bidden we dat. Amen. We willen straks nog eens dat mooie lied zingen, Psalm 101, en daarvan het vierde vers, Psalm 101, vers 4. En dan zingen we met z'n allen, het verkeerde hart, dat willen we niet hebben, maar dat kan zijn, en wie het mij ook moog blijken, zal uit mijn huis en van mijn omgang wijken. Als het een verkeerd hart is, dan moeten wij niet mee omgaan. En die zullen ook niet in het huis kunnen vertoeven. Dat ik het zo maar uitdruk. Dus dan moet hij goed onthouden wat hier staat. Ook binnen het gezinsleven staat hier nogal iets. Maar we gaan eerst luisteren naar orgelmuziek. En dan gaan we de inzameling doen waar u ook in mee kunt helpen. Het werk verder over deze wereld te verspreiden. Zegt u ook steeds beter dat we niet alleen door het leven kunnen gaan. Laten we samen gaan staan in dit prachtige mooie lied nog zingen. Psalm 101 vers 4. En ook staan blijven om de zegen van God mee te krijgen. Ook deze nieuwe week.
Mijn gunst zal hen die boze wegen gaan, nooit gadeslaan. Wij gaan niet met die boze mee. In geen enkel geval. Ook niet in de nieuwe wereldorde die eraan komt. Weet ik zeg, de nieuwe wereldoorlog. Dat we zelfs niet kunnen kopen of verkopen. Beseft u al natuurlijk. Laten we samen de hoofden buigen om die geweldige zegen van God mee te mogen. Laten we de hoofden buigen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.